Hoi allemaal. Met mijn familie gaat het even goed, vind ik eigenlijk. Er is bij ons niemand ziek. Alleen mijn moeder in de praktijk, op haar werk dus. Zijn er wel mensen echt heel ziek. Dus het verschilt per gezin, denk ik. Hoe gaat het met jou in de coronatijden? Goed. Ik spreek nog wel eens met vrienden af. Dus ik hoef me niet te vervelen, maar het is alsnog wel een beetje saai. Hey mama, hallo. Hoe gaat het met jou in de coronatijden? Nou, best druk in de praktijk en als ik thuis ben, ben ik lekker aan het lezen. Papa, hoe gaat het met jou in de coronatijden? Bij mij gaat het verschrikkelijk. Ik heb hele lange haren, ik drink veel te veel koffie en voor de rest moet ik allemaal voor mijn dochter hele rare filmpjes maken. Mm. En zo'n... Ja. Ik vind sommige maatregelen wel een beetje overbodig of onduidelijk. Bijvoorbeeld dat als je 12 bent of je bent ouder dan 12, dat je dan ineens niet meer naar school mag. Maar als je jonger bent, dan mag je wel naar school. Er is helemaal geen bewijs dat als je 12 bent, dat je dan ineens veel zieker kan worden of veel besmettelijker bent. Ik vind het wel heel jammer dat ik nu mijn vriendinnen heel veel minder zie. Er zijn twee vriendinnen waar ik nog wel mee afspreek, maar voor de rest... Eigenlijk met niemand. Ik maak 's ochtends meestal mijn huiswerk en dan ga ik 's middags gewoon iets voor mezelf doen of met iemand afspreken. Dus Evie of Donna. Een paar anti-verveeltips zijn. Nou wel. Je kan een kaartje schrijven. Blijf plezier maken, maar kijk wel uit, want alleen samen stoppen we corona. Doei!